Welkom bij het NK Veiligste Chauffeur 2021. 24 deelnemers, 24 vrachtwagenchauffeurs, die strijden een dag lang om die felbegeerde titel. En hoe ze dat doen? Nou zo. Vooral rustig blijven en je eigen niet gek laten maken. Ik denk dat dit nog wel meevalt, maar ik ben meer bang voor de andere proeven. Ja, ja. Toch weer lichte spanning erin natuurlijk, hè? Gezonde spanning. Het viel tegen, want ik ben gewend aan een gestuurde trailer en dan is een starter 3 als er even iets anders. Wat mij betreft waren de 25 finalisten hier. Maar er zijn duizenden mensen in het land die eigenlijk elke dag finalist zijn. Dus als je mijn droom, zouden we meer finalisten hebben. Maar zouden er veel meer mensen die niet professioneel rijden ook bewust worden van wat veiligheid inhoudt. 10 minuten zijn voorbij. En uiteindelijk blijven van die 24 deelnemers 3 vrachtwagenchauffeurs over. En die strijden uiteindelijk om de titel NK Veiligste Chauffeur 2021. En wat we onder andere testen is, dat hij heeft zijn telefoon bij zich. Dat weten we, omdat hij een fotomoment moet maken halverwege het parcours. Maar dat betekent ook dat we hem kunnen bellen. En dan gaan we kijken wat hij daarmee doet. Dat was best pittig. Naarmate ik hierin kwam, ging het eigenlijk wel. Maar dan zit je toch achter het stuur, dan denk ik, ja, er staat toch wel weer wat op het spel. Dus, De winnaar werkt bij Van der Mark Transport. De winnaar is Geneva! Ja, ik was vorig jaar vierde, dus ik kwam eigenlijk wel een stapje verder. Nou ja, dat is nou wel redelijk gelukt, moet ik zeggen. Dus ja, ik was super trots. Ja.